Hoi, ik ben Bobby. Vandaag zijn we op bezoek bij de Blauwe Meien in Zegveld. Prachtige omgeving, heerlijk rustgevend. En ik ben benieuwd hoe het er van binnen uitziet. Ik neem jullie gezellig mee. De Blauwe Meien kan je herkennen aan dat alles hier blauw is. Het heeft heel veel verschillende dingen, zoals een beeldentuin, een bed en breakfast. Of je kan hier lekker op het terras zitten. En je wordt ook wat vriendelijk ontvangen door de hondjes die er gezellig rondlopen. De beeldentuin van de Blauwe Meien. Hier zijn heel veel verschillende exposities. Nu is het kunst in laren die je kan bewonderen en kan komen kijken. Ze hebben hier heel veel verschillende soorten dieren rondlopen, zodat het echt een soort van boerenidee wordt. En de tuin zit in de zomer ook volop in bloei. En ik raad aan om zeker te komen kijken om wat beeldjes te spotten. Misschien wel voor bij jou thuis. Zelf te komen genieten van de rust en de natuur die deze omgeving heeft. En natuurlijk te genieten van de mooie beelden in de beeldentuin. Het is wel echt een plekje waar je met een goed boek of een kop thee kan heerlijk in de zomer al genieten van het prachtige uitzicht. Kijk! In de beeldentuin ben je zo in de galerij. Deze ruimte wordt niet alleen gebruikt voor kunst, maar ook voor workshops, trainingen, vergaderen. Hoe lekker is het om midden op het platteland met een gemoedelijke sfeer lekker te vergaderen? Uit bij de kleine bed en breakfast. Vroeger woonde hier de kunstenaar. Die hield heel erg van de kleur blauw. Vandaar dat de naam ook Blauwe Meien is. Het is een heel gezellig kleine, of nou ja, grote ruimte. Waar je echt een huiskamersfeertje van krijgt. Zodat het net is alsof je je eigen huisje hebt op het platteland. Dus heerlijk als je uit de stad komt en even lekker wil genieten. En ook het uitzicht is heerlijk om mee wakker te worden. Verschillende dingen te bieden en heel veel leuke dingen om te doen. Dus ik zou echt een keer een kijkje nemen om zelf de kunststukken te zien en misschien zit er wel wat voor jou tussen. Nou, wij gaan hier gezellig nog eventjes een rondje lopen door de beeldentuin en genieten van het heerlijke weer en tot de volgende week. Doeg!